Handel is iets wonderlijks. Handel brengt mensen, producten en ideeën uit verschillende plekken over de hele wereld bij elkaar. Maar handel betekent ook een zekere mate van overvloed, want er moeten wel mensen en producten beschikbaar zijn om te handelen. Een verre reis ondernemen om je spulletjes te verkopen, doe je alleen als je zeker weet dat dat veilig kan en dat er een grote kans is om ook winst te maken. De vorige keer heb je geleerd hoe de omstandigheden voor handel over lange afstanden voor het jaar 1000 ontbraken. En hoe het na het jaar 1000 langzaam maar zeker weer mogelijk werd voor kooplieden om erop uit te trekken. Vandaag leg ik je uit wat de gevolgen waren voor een gebied waar ik graag naartoe ga: Vlaanderen. Als je zelf wel eens in Antwerpen, Gent of Brugge bent geweest, dan weet je wel wat ik bedoel. Schilderachtige binnensteden met eeuwenoude gebouwen, schone straten en een comfortabele ambiance. En de oorsprong van dat alles ligt in de heropleving van de handel vanaf het jaar 1000. Het was in de 11e eeuw het kleine stadje Atrecht dat als eerste een economische vlucht maakte. Op het platteland rondom die stad liepen duizenden schapen rond. En van de wol van die schapen maakten de stedelingen laken. Een stevige stof die niet snel sleet en goed tegen vuil en water bestand was. De aatrechters werden op den duur zo goed in het maken van laken dat het hun belangrijkste economische activiteit werd. Het was dan ook een ingewikkeld proces, want de wol moest worden gewassen, gekamd, geverfd en tot draden gesponnen om vervolgens in gigantische lappen van 3,5 bij 35 meter te worden geweven. En dan moesten er nog kleding en andere textielproducten van worden gemaakt. De lakennijverheid was booming in Atrecht. De hele productieketen bood werk aan duizenden mensen uit de regio. En via jaarmarkten, waar handelaren uit andere gebieden weer met hun specialistische producten kwamen, kwam Atrechts laken in heel Europa terecht. Atrecht had alleen een probleem: het lag niet aan zee of aan een grote rivier. En handel over land is altijd duurder en lastiger dan over water. Je kunt minder meenemen en er zijn veel hindernissen, zoals rivieren en bergen. Het succesvolle Aatrecht werd in de 14e eeuw ingehaald door Gent en Brugge vanwege hun waterwegen en de toegang tot de Noordzee en via daar de route naar Engeland, Scandinavië en Rusland. In diezelfde periode werden jaarmarkten ook minder belangrijk. In plaats van een paar keer per jaar goederen te verhandelen op zulke markten, ontstonden er in de 14e eeuw rechtstreekse verbindingen over zee. Kooplieden en handelsteden gingen zich tegelijkertijd ook beter organiseren. Ze maakten prijsafspraken en probeerden nieuwe concurrenten buitenspel te zetten. De Hanse was zo'n handelsorganisatie die meer dan 400 jaar heeft bestaan. Leden van de Hanse dreven handel van Vlaanderen tot diep in Rusland. Ze verkochten hout, graan, specerijen, wol, van alles en nog wat. En ook binnensteden verenigden burgers met hetzelfde beroep zich in gilden, waarvan de koopmansgilden de oudste en machtigste waren. Daar kwamen later ambachtsgilden bij, zoals het gilden van slagers, meubelmakers of steenhouwers. Zij bepaalden wie een beroep mocht uitvoeren door strenge toelatingsexamens en dure opleidingen. Gilden zagen toe op de kwaliteit en de prijzen van de producten en ze zorgden ervoor dat concurrentie werd uitgeschakeld. Een metselaar die geen lid was van een gilde en toch een huis bouwde, was illegaal bezig en kon worden aangeklaagd bij het stadsbestuur. Tegelijkertijd hadden de gilden ook een sociale functie: ze zorgden voor zieke leden en betaalden de pensioenen als ze niet meer konden werken. De opkomst van de guilden staat symbool voor de zelfstandigheid van steden. De stedelingen in Vlaanderen worden in hoge mate onafhankelijk van de lokale landsheren in ruil voor jaarlijkse belastingen. De bovenlaag van die stedelingen, de porters of de patriciërs genoemd, bestaat uit rijke kooplieden en bankiers. Zij zijn, dankzij hun welvaart, in staat om speciale economische en politieke rechten te kopen bij de landheer, die alleen nog in theorie de basis is over de stad. In ruil voor grote sommen geld of een militaire dienstplicht kregen de burgers stadsrechten. Stadrechten waren allerlei verschillende privileges. Zo mochten ze bijvoorbeeld hun eigen bestuur en rechtspraak regelen, muren bouwen en eigen munten slaan. Die porters onderscheiden zich trouwens van het gemeen, dat bestaat uit dagloners en gewone ambachttielen, die minder rechten hadden, maar ook minder plichten. De patriciërs, de bovenlaag, konden zich meten met de oude adel. Ze hielden de belangrijkste bestuursfuncties in handen en waren minstens zo rijk of vaak zelfs rijker dan de edelen. De stedelijke onderklasse, zo'n 90% van de stedelingen, werd gevormd door het gemeen. Binnen het gemeen werd onderscheid gemaakt tussen geschoolde ambachtslieden, die weliswaar goed georganiseerd waren in gilden, maar in eerste instantie minder politieke invloed hadden dan de patriciërs. Een omslag in de middeleeuwse geschiedenis is de Gulden Sporenslag in 1302. De strijd werd gevoerd tussen de Franse koning en de Graaf van Vlaanderen. Beiden wilden natuurlijk mee profiteren van de enorme welvaart en dus van de mogelijke belastingopbrengsten van Brugge en Gent. Koning Philips IV van Frankrijk sloot een bondgenootschap met de patriciërs in de Vlaamse steden, terwijl Graaf Gewijde van Vlaanderen aansluiting zocht bij het gemeen van ambachtslieden en dagloners en ook bij de lokale boeren. Het ervaren ridderleger van de Franse koning met hun paarden en harnassen werden tot ieders verbazing in no time verslagen door de Vlaamse burgers. De paniek aan Franse zijde was groot. Het ridderleger werd uiteengedreven en talloze Franse edelen sneuvelden tijdens de strijd of moesten vluchten. De velden rondom de Vlaamse stad Kortrijk lagen daarna bezaaid met de gouden sporen van de Franse ridders, waaraan de slag zijn naam te danken heeft. De Gulden Sporenslag en de overwinning van de Vlaamse burgers staat symbool voor de nieuwe tijd die was aangebroken. De macht en status van de adel was eeuwenlang gebaseerd op de hoeveelheid landbouwgrond die zij bezaten, en dus op een landbouw-economie. Maar door de opkomst van de steden moesten de edelen hun strategie veranderen. Ze kozen ervoor om via slimme belastingmaatregelen en het uitdelen van stadsrechten mee te profiteren van de nieuwe economische bloei en de handel in de steden. Door kooplieden hun veiligheid en vrije handel te garanderen en door het aanleggen van kanalen, bruggen en wegen in ruil voor belastingen, profiteerden zowel de stedelijke burgerij als de adel. Want met het belastinggeld uit de steden konden de hoge edelen grote professionele legers en ambtenaren inhuren om hun rijk te besturen. Zo vergroten zij hun macht tegenover de lagere edelen met politieke en economische steun van de stedelingen. En in de tweede helft van de middeleeuwen kwam er een einde aan de versnippering die in die vijf eeuwen daarvoor was begonnen. De opkomst van de steden maakte het ontstaan van grote staten mogelijk. En de tweede helft van de middeleeuwen noemen we dan ook niet voor niets de tijd van steden en staten. Vlaamse stadsbesturen trokken steeds meer hun eigen plan. Er werden scholen en ziekenhuizen en allerlei andere sociale voorzieningen opgericht om het welzijn van de stedelijke gemeenschap te bevorderen. De stedelingen bouwden stadsmuren en hadden zelfs eigen legers om hun rijkdommen te beschermen. Via belastingen op primaire levensbehoeften, zoals brandhout, brood, kaas, vlees en bier, betaalden alle stedelingen mee aan de bouw van de stadsmuren en de salarissen van de poortwachters en de nachtwakers. Maar voor sommigen zijn die steden een doorn in het oog. De nieuwe heersers over de lage landen, de hertogen van Bourgondië, zouden het liefst zien dat er een einde komt aan die zelfstandigheid en het particularisme van de rijke steden. Maar hoe dat verhaal afloopt, vertel ik in een volgende video. Dankjewel voor het kijken en graag tot de volgende keer!